Dit is de schijnpapaver. Schijnpapaver, omdat het dus niet een echte papaver is. Hij heeft gele bloemblaadjes of oranje. Twee kleuren maar. En hij heeft ook een ander blad. Maar goed, net als de papaver vind ik hem heel erg leuk in de tuin. En wil ik hem heel graag op de vaas zetten. Alleen, net als de klaproos, vallen de blaadjes heel snel eraf als je hem op de vaas zet. Maar daar heb ik een truc voor. Je neemt kokend heet water. Dat vul je in een glas. En daar doop je de papaverstengel ongeveer 5 seconden in. En daarmee blijven ze dus super lang, de blaadjes eraan. Ze zijn magisch. Dit is bijvoorbeeld een knop. Je ziet dus de blaadjes van de knop er nog omheen zitten. Die kan je er even afhalen. En ook die gaat eventjes in het kokend water en eruit. En dan komt die strakjes heel mooi open. Ik heb ze hier in een wat fluitenkruid gezet. En weet je wat ik ook leuk vind? Dit zijn de zaaddoosjes. Deze hebben dus al gebloeid en hebben al zaadjes gemaakt. En deze zijn eigenlijk ook wel leuk om in het boeket te zetten.